FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door KBK Bouwgroep. Sambo. Beweging is er bij Van Krooy. Die krijgt die bal terug van Lauritsen. Van Krooy, balletje breed. En dan valt hij alsnog binnen. Saito, maar de vlag gaat omhoog. Dus deze treffer wordt geannuleerd. Dat zal een jaarloop zijn. Lauritsen, Van Krooy. Dit is het. Nou. Dat is nog even spannend. Dit is natuurlijk allemaal geen buitenspel. Het was inderdaad net buitenspel. Het scheelde verdraaid weinig. Maar het was het dus wel. Namli. Eigenlijk vanaf het moment dat bekend is dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd, speelt hij alles en speelt hij goed. Dit is een goede bal. Saito, Saito, Saito. En de goal. En nu blijft de vlag beneden. En is de eerste treffer alsnog van de Japanner. Geen buitenspel, zeker niet. Dat was toen zijn eerste wedstrijd. En nu scoort hij tegen Volendam. Het staat 1-0. De goal van Saito. Zijn vijfde van dit seizoen. Schitterende paas. Schitterend afgemaakt. Lekker rustig gebleven. De voorsprong voor Sparta. Lauritsen. Saito helemaal vrij. Maar dit is wel buitenspel. Hij gaat het misschien nog afmaken. Nee, dat niet eens. Maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel Saito. Van Krooy, is dat een overtreding of niet? Ja, Meijers gaat het natuurlijk niet zomaar liggen, want dit was een prachtige gelegenheid om in scoringspositie te komen. Daar vertrekt hij. Ja, omdat ik denk Olcic in disbalans komt, neemt hij daarmee ook Meijers mee in zijn val. Olcic gaat eraf, ja. Olcic die dus in de warming-up kreeg te horen dat hij moest spelen voor Plat. Nu komt Veerman alsnog in de ploeg voor Olcic. En dan gaat Benamar alsnog. Rechtsbackspeler is een papiertje zelfs die hier aan te pas komt. Dan spelen ze met vier man achterop. Merkin. Daar gaat Lauritsen naartoe. Daar glipt de linksback makkelijk langs. Bal richting Veerman. En dan is hij voor Olij. Twicht. En Mirani vrijgespeeld. Antonucci. Dan wat brutaler. Nou, lukt niet alles. Hoewel, ja, Benamarke houdt hem nog binnen. Dus is de corner. En werk aan de winkel voor Eiting. Wat kan voorgeslingerd worden en ingekopt. En Mouyamba, de gelijkmaker, is daar naar de corner van Eiting. Ja, als je die naam noemt, dan weet je, dan gebeurt er wat. Dat is nu niet anders. Ah, nee. Hè, we moeten naar binnen, want er is weer eens wat met bier gegooid. Jongens, jongens, jongens. Hou daar nou toch eens een keer mee op, joh, met die ongein. Met dat gooien. Doe eens normaal. Hou eens op. Gisteren al een stuk of 4-5 wedstrijden. Vandaag weer. Het is altijd hetzelfde gedoe. Leer, denk na. Echt serieus. Man, man, man. Echt serieus.
Ja, net de opgangen bij de hekside en achter beide doelen. Murkin. Twicht. Twicht kan meters maken. Meegeven aan Van Miegem. Strak voor. En dan zijn er twee die kunnen inkoppen. En daarachter was Veerman degene die zijn handen om zijn hoofd slaat. Want die had graag gekopt. Hij werd gewisseld. Voelt het nodig om een deur in een flinke trap te geven. Maar sinds die tijd gaat het wel beter met de ploeg van Wim Jong. Van Krooi. Helemaal achterin richting Eerthuizen. En dan Murkin. Die knuffel krijgt van zijn keeper. Omdat het een hele belangrijke ingreep is. Van de linksachter van Volendam. Voorkomt een wellicht grote kans. Voor Eerthuizen. Daar achterin. Ja, die was wel wat van zin. Ziet die kans er ook opgaan. Dankzij Murkin. Van Krooi. Corner. Op Mirani nam die terug naar Vito van Krooi. Strak voor en daar verschuren. Met een behoorlijk dikke kans voor Sparta om weer terug op voorsprong te komen. Want hij daar achter de laatste lijn weet op te duiken vlak voordat Stankovic daarbij kan. Kans voor Verschuren. Verschuren. Dit is Twicht namens Volendam. Veerman. Mens van de Guzman, maar voordeel, zegt de scheidsrechter, dat is terecht. Dan is daar de ruimte bij Murkin. Antonucci. Antonucci. En de paas op Murkin is goed. En de redding ook, de rebound. Nog een goede redding, Olij. En nog een goede redding. Nou, die laatste, ik weet niet of hij precies door had dat hij hem had. Maar de eerste twee waren goed. Die laatste was wonderbaarlijk. Dit is een goede bal voor Verschuren. Als hij erbij kan komen, Verschuren Stankovic is net op tijd zijn doel uit. En voorkomt de treffer van Verschuren. Voorkomt de treffer van Sparta. Van Van Krooi. En daar. En weer wat gevaar. Antonucci. En Bouyamba. Orestanio. Aan de wandel. Wandel nog even door. En krijgt de bal dan weer terug. Helemaal vrij Veerman. Oh, oh, oh. Helemaal vrij. Vogeltje vrij. En dit had hem moeten zijn, weet hij zelf ook. Dit had de winst moeten betekenen voor Volendam. Kijk hoe vrij. Ongelooflijk vrij. Maar deze kans, deze dot van een kans, niet besteed aan Henk Veerman. Ja, dan is het toch even weer alle hens aan dek. De vrije trap. Helemaal achterin. Daar komt Zeven uit, maar er is ook Vriends. Dat was wel een corner, maar ze zijn tevreden. Ze zijn blij dat ze deze standaard situatie hebben overleefd. Dan volgt er alweer snel een volgende. Ook eentje waar Eiting zich mee gaat belasten. Eiting en Awassar. En dan uit de draai. Die bal gaat naast, maar wordt nog een keer aangeraakt. Voor een volgende corner. Van de Stadion gaf het meteen aan. Hij ging via Van Krooi. 3 minuten komt erbij. Minimaal. En daar is de kopbal. En die gaat ook binnen. En dan is het weer een corner die het verschil maakt. En dat moet wel heel gek lopen. Wil Volendam erg uit.